over je familie, politiek kan het overgaan of over je huisdier. Eigenlijk kun je overal over bloggen. Maar hebben de Nederlandse blogs een beetje niveau? We kijken op het eerste blogfestival in Den Haag. Waar blog je over? Over fotografie. Over kunst en eigen werk. Over creatief ondernemerschap. Onderwerpen te over dus om over te bloggen. En de mensen op dit festival zijn niet de enige. In Nederland zijn naar schatting zo'n 800.000 blogs. Maar die zijn niet allemaal even actief. De hoofddoel is voor ons wel een beetje dat mensen gewoon van elkaar kunnen leren. Verbindingen kunnen leggen, kunnen netwerken. En ondertussen heel veel plezier hebben. Nou, het staat een beetje stil, vind ik heel eerlijk gezegd. Je hebt geen stijl en dan heb je een hele tijd niks qua naamsbekendheid dan. Er zijn een heleboel goede blogs. Alleen niet heel veel blogs die een heel groot publiek, echt heel groot publiek bereiken. Jeroen Meerk is zelf een actieve blogger. Hij vindt dat Nederland ver achterloopt op Amerika. Daar heb je toonaangevende blogs als Perez Hilton en de Huffington Post. Het is een blog die een nieuwsfunctie heeft en echt heel erg groot is. Ze hebben zelfs redacteuren weggekocht bij de New York Times. Dus ze hebben echt een status. Ik denk dat er wat toonaangevende opinieblogs bij moeten komen. Opinies willen mensen delen op internet. Dus daar moeten goede platforms voor zijn. En ik denk dat het nu nog een beetje eenzijdig is, het aanbod. Op het festival was maar één minpuntje. Ik dacht, ik ga even het internet op, maar er is helemaal geen open stream. Dus ik kan er niet op. Oh, dat was straks nog wel. We hebben hier wel wifi als het goed is. Maar dan moeten we dan nog even checken. En daarna kon er weer volop worden geblogd.